Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 28 november. Zelfbeheersing geldt op elk gebied. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Johannes 14, vers 16 en 17. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, maar jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Er zijn bepaalde onderwerpen in de Bijbel die op elk gebied van toepassing is. Zelfbeheersing is hier één van. Het maakt niet uit welk probleem we in ons leven hebben, zelfbeheersing komt op elk gebied in het spel. Als wij onszelf niet disciplineren, zullen onze emoties ons beheersen en wordt ons leven ellendig. Het uitoefenen van zelfbeheersing betekent in bescheidenheid leven. Alles in het leven vraagt om goede beslissingen en discipline, laat het gebeuren. Veel van onze problemen zijn een direct gevolg van een gebrek aan discipline. Financiële schulden ontstaan als we onze bestedingsgewoontes niet kunnen beheersen. Een slechte gezondheid ontstaat als we onze eetgewoontes niet kunnen beheersen, enzovoort. Als je je in een situatie bevindt die te overweldigend lijkt om eruit te komen, dan is er misschien heel veel discipline en zelfbeheersing vereist. Gelukkig heeft God ons de Heilige Geest in ons leven gegeven om ons te helpen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, dank u dat u mij de vruchten van discipline en zelfbeheersing geeft. Door de kracht van de Heilige Geest in mij zal ik doen wat u mij vraagt te doen en mij niet laten beheersen door mijn gevoelens. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.